afschrijvingen. Investeringen die u voor uw bedrijf doet, die langer meegaan dan 1 jaar... en hoger zijn dan €450 exclusief BTW per bedrijfsmiddel, mag u in uw aangifte aftrekken. Niet in 1 keer, maar u schrijft ze af over een paar jaar. In uw aangifte geeft u dat op als afschrijving. Een product is soms technisch wel 10 jaar in orde, terwijl u na 3 jaar toch een nieuwere versie nodig hebt. 3 jaar is dan de economische levensduur. 10 jaar is de technische levensduur. Bij afschrijven verdeelt u het aankoopbedrag in gelijke delen van de economische levensduur, waarvan u steeds 1 deel opgeeft in uw aangifte. Echter, u mag niet meer dan 20% per jaar afschrijven. Zo gaat u te werk. Bepaal zelf hoe lang het product volgens u zakelijk gezien meegaat. Bijvoorbeeld, een PC van €1000 kunt u 3 jaar gebruiken. Deze 3 jaar is dan de zogenaamde economische levensduur. Maak een inschatting voor welk bedrag u het product kunt verkopen als u het niet meer voor uw bedrijf gebruikt. Bijvoorbeeld voor €100. Dit verkoopbedrag is de restwaarde. Geef deze waarde op onder ondernemingen in vaste activa. Bepaal het afschrijvingsbedrag per jaar. Voor de PC wilt u 900 gedeeld door 3 is €300 per jaar afschrijven. Echter, u mag maximaal 20% van het aankoopbedrag exclusief BTW per jaar opgeven. Dat doet u onder ondernemingen, winst- en verliesrekening als afschrijving. Voor uw PC mag u dus ten hoogste €200 per jaar afschrijven. Stel, u koopt de PC op 1 oktober. Dan schrijft u in dat jaar 3/12 af, omdat u hem dat jaar slechts 3 maanden gebruikt. De afschrijving die u invult is dan 3/12 van €300, dus €75 in dat jaar. Na 3 jaar staat de PC nog voor €400 op uw balans. Als u hem dan voor €100 verkoopt, is het verschil tussen balans en verkoopbedrag uw boekverlies. In dit geval €300. Stel nu dat u toch nog €500 voor de PC krijgt, dan heeft u een boekwinst van €100. Uw boekwinst of verlies geeft u op onder winst- en verliesrekening als buitengewone last of als buitengewone baten. Startende ondernemers mogen onder bepaalde voorwaarden willekeurig afschrijven. Dan hoeft u een bedrag niet in gelijke delen te verdelen. Meer weten? Ga naar belastingdienst.nl/zakelijk en zoek op willekeurige afschrijving starter.